het nou een teamsportbedrijf of alleen. Je moet toch met elkaar rekening houden en je moet met elkaar het spel spelen. Ik bedoel, wat jij bent zijn, je wilt eerst zeker weten. Dan denk je, hoe ga ik ermee doen? En dat zal ook een hele normaal blijven. Ik ben heel blij met de aanwezigheid zowel van de minister als de staatssecretaris als van zoveel andere organisaties en mensen die hier zijn. En ik denk dat we echt een hele belangrijke slag vandaag geleverd hebben in het meer bespreekbaar maken en acceptatie van homosporters. Ik wil de coaches allereerst, coach Bussemaker en trainer Plasterk, vragen om deze bal symbolisch te tekenen. Nou, we hebben, en dat heb ik net in de presentatie aangegeven, een stuk of 6-7 maatregelen bedacht. Die van opleiding tot gedragscodes tot eigenlijk ook ervoor zorgen dat er een netwerk komt van homosporters. Waardoor mensen zich ook weerbaar kunnen maken, rolmodellen kunnen creëren en naar buiten kunnen treden. Nou, dat zijn een aantal zaken die we gaan doen om ervoor te zorgen dat het beter wordt. Ja, wat ik belangrijk vind aan vanmiddag is dat het gewoon bij heel veel verschillende instanties nu prominent op de agenda staat. Het onderwerp homo zijn binnen de sport, maar homo zijn in het algemeen. En dat daar nu ook verbintenissen zijn aangegaan. En om dat ook dat hele beleid in werking te zetten en verandering teweeg te brengen. En ik ben er alleen maar heel erg blij mee dat dat initiatief is genomen. En ik denk dat de tijd er ook rijp voor is. Was het al, maar dat er nu daadwerkelijk ook plaats heeft gevonden is een hele goede stap in een goede richting. Welke waarde hecht u zelf aan de alliantie die vandaag getekend is? Heel veel waarde, want het wordt inderdaad tijd dat je er over 5 jaar niet meer over praat. Dat zou heel mooi zijn. Ik ben 2 jaar geleden gestopt met schaatsen, ja. Jouw verhaal is het verhaal dat je een geheime relatie had, dat hebben we her en der ook gelezen. Hoe was dat mogelijk? Ja, maar goed, ik denk dat er vandaag dat het meerdere keren aan bod is geweest. Het heeft denk ik met name ook te maken met een stukje zelfacceptatie. Dat je eerst, je wordt geboren, je gaat jezelf ontwikkelen, je komt in de puberteit. En als je dan erachter komt dat je, in mijn geval dus lesbisch bent, op hetzelfde geslacht valt. Ja, dat heeft gewoon voor mij in ieder geval een worsteling teweeg gebracht. En ik ga er eigenlijk een beetje vanuit voor bijna iedereen wel. En de ene doet het wat sneller dan de andere keer. Maar je wil niet anders zijn. En ja, die worsteling heeft er toch voor gezorgd dat ik in 2 jaar, er toch 2 jaar over gedaan heb. Voordat ik er open en eerlijk naar de buitenwereld over kon zijn. Welke bal heb je getekend? Dat is de bal waarop we ons aansluiten bij de homo-hetero-alliantie in de sport. Hoe belangrijk is het dat de COC ook zijn handtekening heeft gezet op die bal? Het is weer een alliantie die we tekenen en waarmee wij weer onderstrepen die enorme maatschappelijke verankering die wij als organisatie zoeken. We hebben het gedaan met FNV, met AMBO, met de onderwijsbonden. Omdat homo-emancipatie kan je niet alleen vanuit een COC doen. Dat moet je doen in aansluiting met de samenleving. Dus in dat opzicht vind ik het wel goed en wat voor gevolgen het heeft, dat vind ik eigenlijk wel oké. Dat we nu met rolmodellen gaan werken. Ik vind het heel belangrijk dat niet alleen homoseksuele rolmodellen, maar ook heteroseksuele rolmodellen zich uitspreken over dat het oké is om homo te zijn. Ik weet ook dat de KNVB daarmee bezig is en dat zou ik heel leuk vinden als voetballers zich daarover uitspreken. Dus wat zoiets teweeg brengt, dat is eigenlijk altijd wel positief, dus dat is mooi. Buitenveld is een van de oudste en grootste vrouwenverenigingen van Nederland. Wij waren een van de eerste die een vrouwenafdeling oprichtte. We hebben nog altijd een van de grootste vrouwenafdelingen. En er lopen gewoon heel veel lesbische meisjes rond. En het is bij die club geen enkel probleem. Het is een echte Amsterdamse club. Doet er helemaal niks toe. En ik heb nog niet met een homoseksuele voetballer gevoetbald volgens mij. Maar ik weet bijna zeker dat... Ja, we maken daar... Dat is geen item. En bij zo'n echte Amsterdamse club waar alle culturen met elkaar omgaan. En waar je met elkaar in de kantine zit, waar je met elkaar lief en leed deelt. Misschien achter mijn rug om wel, maar zover ik weet is het geen item. Je bent zelf 10 jaar geleden al uit de kast gekomen, voor zover je erin zat. Was jouw omgeving, jouw sportomgeving, relatief makkelijk om zeg maar je billen bloot te geven? Nou, in die zin kijk je, toen ik het binnen het team vertelde, opereerde ik wel op het allerhoogste niveau. Dus ik was al naar de Olympische Spelen geweest. En de zwemwereld, wat wel eens gezegd, is heel mild. Maar aan de andere kant blijft het natuurlijk ook een keiharde wereld. En de kleedkamerverhalen die spelen ook bij ons. Maar ja, je kan 2 dingen doen. Of je sluit jezelf op en je houdt je mond dicht. Of je trekt hem open en je zegt er wat van.
En het begint toch bij jezelf, bij acceptatie van jezelf. En dan kun je het zelf veranderen als je dat wil. De voetballerij merk ik, die voetballers zelf zijn heel geëmancipeerd. En die vinden het prima. Ik word overal uitgenodigd, met mijn vriendin ook. Dus ik heb daar in mijn werk niet zoveel last van. Betekent dat het in het voetbal misschien toch wat rooskleuriger is dan dat we de indruk die we nu hebben? Met name rooskleuriger? De wereld zelf wel, het publiek niet. Maar de voetballers zelf, die hebben allemaal wel een broer, zus, vader, moeder, oom of tante die homo of lesbo is. En dat zijn gewoon mensen van deze wereld. Sterker nog, die zijn meer in deze maatschappij dan de gemiddelde Nederlander. Die weten echt wat er speelt. Die zien er vaak mooi uit. En als die naar winkels gaan, worden ze vaak gekleed door homoverkopers, homostylisten. Als ze naar een tv-programma gaan, worden ze opgemaakt vaak door homoseksuele visagisten. Dus die maken het nog veel meer mee, komen er veel meer mee in aanraking dan misschien de gemiddelde Nederlander. Dus die wereld is wel veel rooskleuriger dan wij denken. Ik doe zelf handbal. En is dat in homoverband of in gemengd verband? Gewoon in teamverband in de reguliere sport. Dus niet een homoclub of vereniging, dat niet. Hoe hebben jouw teamgenoten gereageerd toen jij plotseling Mr. Gay Nederland was? Want toen was je, hoe je het wendt of keerde, ook echt uit die kast, voor zover het nog niet was. Ja, ik was sowieso al uit de kast, al vanaf mijn 18e. En ik zit dit jaar dan bij een andere club en die kennen me al vrij lang. En die hebben er absoluut geen moeite mee. Ze maken geintjes en gewoon op een leuke manier. Ze gaan echt op een leuke manier met mij om. Dus ja, het is ook zelf hoe je er zelf mee omgaat en hoe je er zelf in staat. Dus ik ondervind absoluut geen problemen, tenminste met mijn team niet. En in de clubs waar ik heb gezeten ook niet. En ik heb ook wel dat iemand vroeg, heb je eigenlijk een vriend en dat de andere hem aanstoot? Hé man, dat weet je toch? Leef je in een grot of zo? Oh ja, sorry. En dan dan giebelen ze een beetje en dan willen ze wel dingetjes weten. En ja, van andere Marokkanen, ik bedoel, daar krijg ik altijd als ik bel of sms, doe de groeten aan je vriendin. En als zij mee wil komen, laat haar meekomen. Dus er worden wel vragen gesteld, maar het wordt ook gewoon geaccepteerd. Dus in die zin is er een roze gloed aan de horizon? Nee, dat denk ik echt. Alleen op de tribunes niet. Dat is echt en daar moet de KNVB wel een klimaat scheppen. Waardoor het wel, waardoor je wel ervoor durft uit te komen. En daarom denk ik dat het ook zo belangrijk is dat je heteroseksuele voorbeelden hebt. En dat je het met elkaar aanpakt. Het is niet alleen een homo-issue. Nou, dat heel goed is dat het van de grond gekomen is. Natuurlijk ook in Amsterdam toch de gay place to be. We willen het als gemeente ook heel graag ondersteunen. Omdat het natuurlijk ook heel belangrijk is dat het in de sportvereniging, amateurvereniging in de stad gaat leven. En ook kijken wat ze zelf aan kunnen doen. En ik heb een beetje als voorbeeldje mijn eigen zoontje gebruikt, die ook voetbalt. Waar echt heel vaak nog het woord homo als geldwoord op de voetbalvelden wordt gebruikt. En daar, ja, dat is ook echt enorm gedrag waar scheidsrechters, voetbalverenigingen, maar ook ouders heel veel aan kunnen doen. Want dat moet niet de norm zijn. En zo creëer je onveiligheid ook voor de toekomst. Nu bent u een bekende Nederlander en een sportjournalist. Heeft u ook wel eens bijgedragen aan een discussie waar u eens een keer hoorde over, oh, die is homo of die is pot. U heeft zelf een dochter die lesbisch is. Heeft u zich wel eens gestoord en op die manier ingegrepen in een bepaalde situatie? Ja, ik heb me heel vaak gestoord aan elke vorm van discriminatie. Ik heb daar helaas een zesde zintuig voor. Dus als in een stadion weer wordt geroepen, vriend van de homo, vriend van de joden, of je moeder draagt een snor voor een Marokkaanse voetbal. Dat soort discriminerende opmerkingen erger ik mij wekelijks aan als ik ze hoor in stadions. Ja. En ik heb me daar zeer over opgewonden, ook als journalist. En Henk ook trouwens, mijn ex-collega Henk van Dorp. We hebben ons er samen zeer over opgewonden in de afgelopen jaren. We hebben daar ons zeer tegen verzet. En ik kan je zeggen dat je dan heel veel bedreigingen naar je kop krijgt. Dat is niet altijd even makkelijk.